Hallo en welkom. Ik ga deze aflevering laten zien hoe je een plantenextract kunt maken op basis van vet of olie. Ik gebruik vet, kokosvet. En dan krijg je dus uiteindelijk dus een hard extract. Ja. Kokosvet heeft het voordeel dat het voor iets van 92% verzadigd is. Verzadigde vetzuren zijn heel gezond. En dit zijn dan middellange vetzuren. Dat is goed voor je immuunsysteem. Doet er verder niet toe. Dat leg ik ook nog uit in mijn aflevering over vetzuren. Dus zoek die op. Dat is een van de eerste 10. Daar zit die tussen. Je kunt als plantenmateriaal, want kokosvet is het extractiemiddel. Als plantenmateriaal, er zijn tal van planten met etherische oliën erin, of er is een hars die er aan hangt die je wilt vatten. En die kun je dus in het extract op laten nemen. Want iedere scheikundige zal niet begrijpen dat andere mensen dit niet zelf kunnen bedenken. Dus daarom, ik laat het maar even zien, want het is super simpel. Als plantenmateriaal kun je kiezen wat je wil. Als jij zegt van, nou, ik wil eigenlijk een olie hebben die heel erg sterk naar oregano smaakt, dan gebruik je oregano. Want misschien heb je dat wel in de tuin en je denkt van, wat moet ik ermee? Nou, dit dus. En dan heb je dus altijd je oregano olie klaar voor gerechten die daar behoefte aan hebben. Of je gebruikt tijm. Hoeveel mensen hebben niet tijm in de tuin? Nou, dan kun je dat dan vers of gedroogd gebruiken. Of misschien heb je ergens een partij kunnen kopen. Zulke soort dingen. Of lavendel, denk maar. Goed, ik laat eerst even zien hoe het werkt met kokosvet. Zodat je dit kunt maken. En daarna leg ik uit hoe je het met vloeibaar vet, ofwel olie, ook kunt doen. Hier zie je een hoeveelheid plantenmateriaal. Dit zijn eigenlijk bloemetjes, net als hop, met wat blaadjes erbij. En daar kleeft een hars aan. En die hars, die willen we hebben. En hoe dat platje heet, dat doet er nou even niet toe. Het voordeel van vers is dat nog alles erin zit. En dat gaan we extraheren in een grote pan. Dus daar gooi je het in. Het zal nog wat slinken. Net als bij boerenkool. Voeg ruime hoeveelheid kokosvet toe. Moet je even op gevoel doen. Je raakt een hoop kwijt omdat het blijft hangen aan het plantmateriaal. Dan gaat er nog wat water bij. Dat is puur om de temperatuur maximaal op 100 graden te houden. Hoger wil je niet. Dat is niet goed voor de oliën. En dan zet je het geheel op een laag vuurtje. Dan laat je het 2 of 3 uur trekken. Dan gaat de hars in de olie zitten. Na afloop zeef je het af, zodat je de olie en de water apart hebt van het plantenmateriaal. Het plantenmateriaal dat kun je nog verder aandrukken of met handschoenen aan kun je er nog in knijpen om het laatste beetje olie er nog uit te persen. En dat bewaar je. Dat plantenmateriaal is bruikbaar voor een volgende extractie. Zet het pannetje met olie en water in de kou, buiten of in de koelkast, zodat het vet stolt. Als dat zover is, dan snij je de vetlaag eraf. En het water bewaar je voor de volgende extractie. Want daar zit ook nog wat in. Even die vetlaag afspoelen en droogdeppen. Stop het geheel in een zak voor later gebruik of verwerking. In dit geval ga ik de olie nog een warmtebehandeling geven, omdat er zit een stof in. Die is nog in de zuurvorm. En dat zuur kun je er afstoken bij een graad of 130, 140, zo'n half uur tot een uur. Dus ik zet het op het vuur, een klein vuurtje, en dan hoor je het pruttelen net zoals bij de frituur, zeg maar.
Als dat geluid ophoudt, is het klaar. Dan kun je het portioneren. Oh, shit. Bijvoorbeeld in 5 ml met een maatlepel. En in de vriezer laten stollen. En dan kun je het afzakken voor later gebruik. Geportioneerd. Zo. Nou weet je hoe je dit soort vet kunt maken met een plantenextract erin. Maar je kunt ook, zei ik in het begin, je kunt ook vloeibare olie gebruiken. Zoals olijfolie natuurlijk. Maar je kunt ook zonnebloemolie gebruiken. Ja, weet je, qua gezondheid is het natuurlijk niet ideaal. Zie mijn aflevering over vetzuren en dan leg ik het daar uit. Maar soms kun je dat gewoon doen. En dan krijg je een extract zoals hier. Waar nog wat ander bezinksel onderin zit. Wat dus eigenlijk van de plant afkomt. Dat zou je er nog eens een keertje af kunnen decanteren. Maar je kunt hier ook nog wel wat dingen mee doen. Bijvoorbeeld, zeg eens wat. Als je een mayonaise wilt maken met al een smaakje erin. Dan kun je op die manier ook extraheren. Hoe krijg je die twee nu van elkaar? Want je weet, na de extractie heb je dus olie en water. Olie, water. Hoe krijg je dat eraf? Nou, kom op. Dit kun je zelf toch wel bedenken. Je stopt het in de vriezer. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je ijs. En dan giet je dus de olie gewoon eraf. Moeilijk? Nee, natuurlijk niet. Nou, dus zo werkt het. En zo kun je dus naar hartelust je eigen plantenextracten maken met olie of vet. Ik geef de voorkeur aan vet in veel gevallen. Maar soms wil je iets anders. Nou ja, dat kan. En dit is ook natuurlijk veel goedkoper dan kokosvet. Zet hem op. En nogmaals, eigen verantwoordelijkheid. Dus geloof niets en controleer alles zelf. Dat is het motto. Tot later. Oh ja. Als je een spreker zoekt, denk aan mij.